Temptation Island koppel Pommelien en Fabrizio die laten er geen gras over groeien. Niet alleen stappen ze binnenkort in het huwelijkspootje. Vandaag openden ze in België de deuren van hun nieuwe tattoo shop. En onze Veronica die ging dan ook letterlijk bij je in de stoel zitten. Hi! Ja! Dit is het. Veronica reist inderdaad niet zomaar af naar diep donker België. Het Temptation Island koppel opent vandaag een tweede tattoo shop en dat is niet niks. En qua locatie, waarom hier? Ja, ik kom uit het Gentse. Oh. Dus ik kom hier uit. Ja. Zij is van Gent naar Beringen gekomen om te komen werken bij mij. Voor de liefde. En minstens zo onuitwisbaar is het verpletterende huwelijksaanzoek van Pommeliens Griekse Adonis. Hoe was het aanzoek? Onverwacht. Heel onverwacht, ja. Voilà. Ik was zo heel blij, gelukkig, emotioneel en kwaad tegelijk. Toch zou dit prille geluk binnenkort zomaar bruut verstoord kunnen worden. Natuurlijk ook wel een goed verhaal zijn als we straks twee verloofde mensen hebben bij Temptation Island Vips. Dat is wel een heel sterk verhaal, ja. Stel je voor. Je wil dat ik mijn ring ook in het vuur moet gooien. Hey. Oh. Ja, want kleine misstapjes maakt Fabrizio tegenwoordig uitsluitend nog op de dansvloer, sinds hij schittert in de Vlaamse versie van Dancing with the Stars. Dus letterlijk elke dag trainen. Dit is topsport. Ja. Dus dan komt hij s'avonds thuis, zit helemaal kapot is en dan moet jij ook nog een soort van hem supporten. Zo. Oh. En na al dat gedans heeft hij thuis toch even iets uit te leggen. Alle massages voor die spierpijn uiteindelijk eruit te krijgen. En jij gelooft natuurlijk dat dit allemaal fysio is. Gaan we steken? Ah, zo. Ik kom eigenlijk niet weer terug naar Nederland voordat ik een klein souvenirtje heb gekregen. Zouden jullie wat inkt bij mij willen zetten? Tuurlijk. Ja? Ik heb al een paar leuke ideeën. Ja? Nou, let's go. Laten we het doen. Yes. Ja, kom maar op. Maak waar voor, heb je hem gezet? En wat is het geworden? We hebben hier Fabrizio en we hebben hier Pommelien. Ik ben voor de ringetjes gegaan. Subtiel. Yep. Ik wilde je niet bent voor drie streepjes naar België gereden. Ik ben voor drie streepjes naar België. Dus je moest het zelf betalen. Ik wilde niet te veel tijd vastpakken. En waar staat elk ringetje voor? Dat ik forever verbonden ben. Okay. Het is niet je eerste tatoeage, nee, toch? Want nee, dat zou nee, wat zijn niet. Zo voor nee, de televisie. Nee, maar super lief dat ze het wilden doen. Want ik kwam inderdaad gewoon puur om even te kletsen. En toen heb ik het toch maar eventjes een tattoo voor mezelf uitgehaald. Je bent helemaal afgereisd naar het Temptation Island koppel. Ze zijn nog niet eens zo heel lang samen, toch? Nee. Begin dit jaar, in april, maakten ze bekend dat ze samen zijn. Maar dat kwam natuurlijk omdat Fabrizio nog vast zat eigenlijk aan het contract van Temptation Island. Dus hij mocht nog niet naar buiten brengen of hij een relatie had. Nou, sinds april weten we het. Zij hebben verkering, ze zijn verloofd. Maar het grappige aan deze hele situatie is dat het zo ontzettend snel is gegaan. En ik vroeg dus op een gegeven moment ook aan Pommelien, hoe heeft hij dan ten huwelijk gevraagd? We zagen net al wat beelden op een vliegveld. Maar dat was best wel bijzonder, want zij is 2 dagen weg geweest. Hij deed ongelooflijk onaardig tegen haar in die 2 dagen. Het is zo'n slecht verhaal eigenlijk, maar ik vind het geweldig. Ja, kan je lippen. Hij doet dus onaardig tegen haar, app niet terug, is niet zo van, hey, fijne vlucht. Dus zij voelt zich een beetje in de steek gelaten, heeft 2 dagen echt een hel gewoon. Heeft het verschrikkelijk gehad. Komt terug en daar staat hij op het vliegveld. Hij wilde haar gewoon expres heel wat eventjes romantisch zo laten voelen, ja, om haar vervolgens weer hier te dus opstijgen, neerdalen en weer opstijgen. Dit? Maar je ziet wel dat Temptation Island opent deuren. Er is een hele markt voor die mensen. Nou, zeker. Nou, ik moet wel echt zeggen dat Fabrizio, dit is de tweede tattoo shop die hij heeft geopend. Fabrizio is echt aan de bak. Dancing with the Stars zie ik. Dancing with the Stars. Onwijs, ze zijn allebei onwijs populair in België. Dancing with the Stars gaat heel goed. Dat is heel fijn, want ik hoop ook stiekem, weet je, dat die weer naar Nederland finale eerst en dan later weer naar Nederland komt. Ik heb aan Pommelien gevraagd, je hebt nu toch ervaring met televisie, is er nog iets wat je zelf zou willen doen? En toen zei ze, ja, ik heb 1 droom. Nou. In Nederland, dance. Nou, bij deze. Zou toch mooi zijn. Het nieuwe seizoen Temptation Island, Kortrijk. Ja, jij hebt net weer gedraaid. Jetlag. Ja, ik kan zeggen, zonder te veel weg te geven, dat het weer heel spraakmakend wordt. Is er gevochten? Elk jaar is het weer net even anders. En is ook, er gevochten? Er is niet gevochten. Het blijft verder daarin wel keurig. Maar nee, het is wel heel spraakmakend. Maar in zijn eigen soort Wanneer is het weer op televisie?
7 februari. Okay. Dus we moeten nog heel veel wachten. Oh, spannend, spannend, spannend. Veronica, vergeet niet je tatoeage goed in te smeren. Dat ga ik doen, dankjewel Marieke. En thuis, fijne avond. Ja, bedankt voor het kijken. Heel graag tot morgen. Beetje zorgen voor iedereen, ook naar de mensen thuis. Fijne avond, dit was RTL Boulevard.